gasten, welkom in deze allernieuwste video. Als u net even weet dat, ik heb net een andere video gemaakt. Voor heel veel anders. Maar deze video ga ik dan ietsje aanpassen, want deze video wordt gelijk al leuk. Als u nu al leuk vindt, doe gelijk halen, dan abonneren. En reacties eronder, en doe een belletje omhoog. Ja, leuk dat je kijkt. Naar deze nieuwe YouTube-vlogavontuur. Ja, ik kijk even naar deze kant. Want, als u het weet, Novalis is nog dicht. Maar het heeft niks, want vanaf vandaag was Jan en Ine, de medewerkers van Novalis, langs even geweest om iets in te leveren. Er zijn drie dingen. Ja, eigenlijk, maar eigenlijk zijn er twee met drie door elkaar heen. Nummer 1. Ze hebben de klei en papier meegenomen voor de nieuwe opdracht. Opdracht 11. Nou, die opdracht moeten we eens maken met klei van 1 verhuur naar een ander verhuur. Maar ze hebben dus nog eens meegebracht. Want ik ga het nou even omdoen, want als je heel goed kennen nog voor een andere video, want toen een keer met Novalis, werd ze opgetreden van Klein Duimpje, hebben ze Klein Duimpje meegenomen van mij. Nou, het is wel van mij, maar het is nog steeds van Novalis zelf. Want we mochten even mee spelen. En als corona weer voorbij is, dan kunnen we weer teruggeven aan Novalis. Want eigenlijk mag je zomaar niks meenemen van Novalis naar huis. Want daar hebben we afspraken van gemaakt. Want wie iets neemt van Novalis naar hier, daar gaat dus iets gebeuren, maar ik weet niet wat. Maar toch heb ik even een klein duimpje. Want ik ben deze nog. Ik ben nog steeds fan van de poppenspeler en deze pop zelf. Maar deze pop is zelf gemaakt. Nou, en ik kan van alles mee doen. Je kunt de armpjes mee bewegen, want ik heb hier twee waar ik mee kan bewegen. Van la la la. Ja, en natuurlijk met de mond bewegen. En ik heb ook de stem van dat duimpje ook nog. Ja, voor ik altijd de stem inspreek, ga ik eens altijd een slijm in de binnen slikken, dan heb ik die stem gelijk in mijn hoofd. Zoals deze hier. Hey, ik ben een klein duimpje. Waarom ben ik klein? Ik wil groter zijn. En ja, dat is eigenlijk die lied waar ik in gezongen had. Ja, want je kunt niet hierin met je hand. Nee, ik kan niet hierin. Want bij de Efteling Theater, daar hebben ze handpoppen waar je in deze kant om kan doen. Want dit is de enige echte klein duimpje wat ik gemaakt heb. Alleen de hoedje is niet echt dezelfde, die is meer puntig, maar het geeft niks. Je mag er ook een ander hoedje van zijn. Nou, Novalis, dankjewel voor de spullen en die opdracht. Heb ik al gedaan. Ik hoef eigenlijk niets meer te doen. Maar er komt veel meer opdrachten binnen. Maar morgen op woensdag gaan we zoomen met Novalis. En daar gaan we dingen verspreken. Daar gaan we filmpjes of foto's bekijken van de opdrachten wat wij gedaan hebben. Hadden. Dat was een keer. Ja, en natuurlijk nog steeds afstand houden als iemand langskomt. Want Jan en Ine, ja, hebben ze afstand gehouden. Ik stond bij de deur en Jan en Ine stonden gewoon op de straat. Nou, straat op de stoep. Bij mij. Gewoon afstand houden. Want het is nog steeds corona. Oh, en mijn laptop hier telt.
Ja, ziet uit. Ziet uit. Zachter G, want Jeppe weet alles over vlijmen. Want in vlijmen, wie kinderen dat nog niet weten, spreken we een zachte G aan. Net als als ik iets pak of iets uitleg, dan komt een G omhoog. Want zo werkt in vlijmen. Een soort van, ja, hoe kan ik, oh ja, wacht. Het hart, ja, hart, de hart, en lijn, en papier. Ja, noem maar op in vlijmen. Daar schrijf je altijd een zachte G aan. En bij jullie, diegenen die toch niet in vlijmen wonen, jullie zijn gewoon welkom om te komen. Maar is daar geen straat om op? Nee. Dat is nog steeds privé. Want in een andere volgende video van een tijdje geleden van 2018 of 17, wat het ook was, had ik een klein foutje gemaakt in de video. Ik heb ook gelijk al verwijderd. Want daar had ik mijn straat op genoemd. De huisnummers. Ja, één huisnummer maar. Maar die video is al lang verwijderd. Want toen ik de video verwijderd had, had ik gelijk een nieuwe gemaakt. Zonder de straat op te noemen. Dat is veel beter en veel handig. En waarom? Wie geen dat weet. Stel eens voor, er komt een fan van mijn kanaal te binnen. Nee, dan zeg ik dan, hoe kom je aan die straatnummer of mijn huisnummer? Zeg diegene dan, jij hebt al gezegd op een YouTube kanaal. Dan zeg ik dan, ja, dat is waar. Maar gelukkig heb ik niet opgenoemd, want ik hou nog steeds in de gaten. Want mijn hersens werken nog meer mee. Ja, de strategie. Ja, en net een beetje Belgisch-achtig, maar ik ben ook een beetje Nederlander, een beetje Belgischer. Maar dat geeft niks. Maar top dat jullie kijken naar deze leuke video. Want ik ga deze video dan ietsje... Die video, wat ik net ook al gemaakt had, had ik een nieuwe video-intro gemaakt. Nou, zo'n twee keer mijn naam. Maar het heeft niks. Wie geen dat mijn naam niet meer weet, staat er nog geen eroverheen. Want ik heet. Maar sommigen op Facebook zeggen ze altijd tegen mij: YouTube-vlog van Jorg. Maar eigenlijk heet ik gewoon Jorg. Ja, ik heb de shirt nog steeds. Ik heb een paar dagen nog niet aangehad. Want wie trekt nog geen deze shirt aan? Want ik ben nog steeds trots op deze shirt. En natuurlijk, als ik weer, want nee, ik ga eens een keer binnenkort voor mijn webshop gaan openen, komt een paar nieuwe shirts. En als jullie weten wat voor shirts aan mag komen, kan ik nou even opnoemen, want er zijn een paar dingetjes. Dat is I love YouthVlog. YouthVlog fans, YouthVlog fanclub, en natuurlijk dezelfde van deze, ze komt ook nog, maar dezelfde, en natuurlijk komt dezelfde van deze naam ertussen, maar op een andere shirt. Het is niet echt een shirt, het is een hand, wat, hoe je ook noemt. Het is zo'n korte mouw. Er staat op. Er staat ook verschillende op. Op vakantie met YouthVlog. Of. Ja, er staat heel veel dingen op. Maar. Er is nog één. Er zitten nog een paar shirts nieuw tussen. Dat is een Griekse I en een D. En waarom dat? Ja, er zit een camera. Of als er oranje is, zit een kroontje op. Waarom dat? En Rick zei en een D, want bij Enzo Knol staat K en KP op. Want ik heb iets heel leuks van gedacht. Om gewoon een Rick zei en een D neer te zetten. Met een camera of een kroon of wat andere dingetjes, wat voor zuurtjes.
Waarom een camera? Want bij Enzo Knol staat een camera niet echt schuin, maar ja, een beetje schuin. Maar staat bij de P of bij de K staat zo'n handje met zo'n camera overheen. Maar ik doe dat niet, maar ik doe meer anders. Ja? En waarom een kroontje? Want er komt ook nog een gele, ook een gele en oranje komt ook nog. Want als er Koningsdag is, kunnen jullie dit ook nog aan. Dan zit een kroontje erbij van de koning. Ja, het kunnen verschillende kronen zijn. De kroon van de koning of de kroon van de koningin. Maar er was gisteren, dacht ik. Ja, dat was gisteren. Gisteren was er gewoon de Koningsdag geweest. En natuurlijk hebben we sowieso een... Ik had een berichtje van een collega gekregen, want waarom collega? Van Novalis en van het kantoor. De kantoor gaan we ook nog regelen. Ja, even Koningsdag sla ik even over, want we gaan even door naar de kantoor. Want bij de kantoor, voor we het kantoor krijgen, heb ik zo slims gedacht. Ik heb een bak. Er zat een klei in, waar Jan en Imre had meegenomen had. Er zat een klei in, heb ik even eruit gehaald. Maar toen mijn vader eventjes in bad ging, heb ik even de brak een gaatje gemaakt en een papier eroverheen gezet. Maar ik weet even niet meer waarop stond. Collega, maar even niks. We gaan even verder van het kantoor, want... er stond aan de kop geld inverzamelen voor de kantoor. Waarom geld? De kantoor, want ja, sommige kantoors zijn heel erg duur. Maar hoe kunnen we regelen om niet meer duur te krijgen? Nou, het is nog steeds duur, maar... een piepje moor, maar... Maar natuurlijk, gaan we geld regelen voor de kantoor. Diegene dat nu al horen van vlijmen. Als na corona kom ik elke deur even langs voor geld voor de kantoor. Want de kantoor kost duur. Dat zijn denk 5 tips. Want de kantoor zijn duur. We moeten spullen hebben, dus dat kan ook duur zijn of niet. Meubels moeten we ook nog, ja, een paar andere dingen moeten allemaal. Want ik ga nou even deze video even goed afsluiten. Vond ik trouwens een hele leuke video. Ga even verder kijken op mijn YouTube kanaal. Nou, weet je wat, vanaf het begin had ik al gezegd. Duimpjes, abonneren. Ja, dan zie ik, oh ja, doe ook sowieso een linkje daarboven. Kun je een belletje, ja, heb ik ook al gezegd, maar als je een belletje op drukt, krijg je meer video's binnen. Nee. Nou, dan zie ik je helemaal later.